jij die enige echte Arsi-koning? Of misschien wel koningin? Laat het iedereen weten. Laat het iedereen zien. Petten, shirtjes, mokken, stickers voor op je model. Check onze arsiblog.nl merchandise onder deze video of op shop.arsiblog.nl. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar arsiblog.nl. En vandaag staan we hier op een heel mooi stukje asfalt, want we gaan speedrunnen. Zo, welkom weer bij deel 4 ondertussen alweer. Wij gaan niet zomaar speedrunnen, want wij gaan het verschil op 4S en 6S lipo laten zien. En daarbij willen we natuurlijk ook weten hoe hard die precies gaat. En dat kunnen wij heel goed zien door dit apparaatje, de SkyRC Performance Analyzer. Die hebben wij zo met klittenband op de chassisbrace en dan klik je hem zo weer vast. Daar zit dus een GPS in en daarmee kan je op je telefoon zien met de app precies hoe hard die gaat. En wij gaan dus speedrunnen en als het wel even verstandig om al je banden even na te lopen of ze goed vastzitten. Ja, zo, die zit wel goed vast. Dus wij beginnen hier met de 4S Lipo van Traxxas 5000 mAh. Lezen 59 km per uur. Helaas net geen 60. Maar hij is helemaal stok, hè, de sledge. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Stokbanden, de sledgehammer, stok gearing, 1352. Dus het valt wel mee eigenlijk. Maar het kan natuurlijk altijd een stukje sneller. Dit is 4S, we gaan nu 6S proberen. En hier hebben wij voor 2x 3S lipo van Traxxas 5000 mAh weer. Die we in serie gaan aansluiten op de regelaar om de 6S te krijgen. Zo, en dit is dus nu 6S. Zo, het verschil in toeren op, met 4S en 6 is echt groot. Je hoort die motor echt heel erg. Het galmt ook mooi hier tussen je gebouwen hier. Zo, er zit wel echt zoveel kop op. Je moet wel voorzichtig rijden een beetje, want anders... Maak hier gelijk wheelie. Kijk, daar gaan we. Zo dan, 89 gil. Kijk, dat is het betere werk. Dat hou je dus op 6S lipo. Nou mensen, dat was het dan weer.
Hard zat gaat hij. 59 km per uur op 4S en 89 op 6S dus. We kunnen hem altijd hoog gaan gearen, dat hij nog sneller gaat. Dat kunnen we altijd doen in de volgende video. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken naar deel 4. Graag zien we weer terug in deel 5. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En hou ook onze social media aan de gaten. Dan gaan we nu weer lekker verder rijden.